Mijn naam is Rita Nocent. Ik vind het een mooie naam. Soms wel, soms niet. En waarom soms niet? Waarom? Omdat mensen het verbasteren en ik hou niet van verbasteren. Dan zetten ze de rare dingen ervoor en dat vind ik niet leuk. Zoals? Ja, Rietenpietje. En ik haat aan Rietenpietje, want toen was ik heel klein en dat vond ik niet mooi. En nu? En nu vind ik mijn gewone naam heel mooi. En dat is gewoon Rita. Want ik ben al ouder. Ja, ik heb best wel een leuke hobby's. Ik ben gek van tekenen, schilderen en ook dingen maken die ik leuk vind. Dat is wel verschillende dingen. En dat kan ik niet allemaal even uitleggen, want dat moet je zien, dat is veel beter. Het fijnste van het mooiste wat ik gedaan heb is in mijn leven na ziek zijn heel veel ben gaan schilderen en tekenen en kleuren. En ook nog wat kleine voor de kindertjes wat maken dat ze ook een klein poppetje of een beestje zien. En dat vinden ze altijd heel erg mooi om dat te zien. En dan ben ik dus net zo gelukkig als zij zijn. Nou, ik doe dat. Wat ik zelf mooi vind is als ik mezelf goed kan aankleden en me prettig voel, dat ik me gelukkig voel. En dat ik dan dus niet iets doe voordat ik mensen laat zien, want zo ben ik. En dat wil ik niet, maar het moet wel voor mij plezier zijn. Oh ja, dat ding zal nog aan. Nou ja, je hebt in ieder geval gelachen. Oh, dat lijkt me wel heel erg leuk om over Jonathan wat te vertellen. Want toen ik hem leerde kennen, toen dacht ik, goh, wat moet ik met hem gaan leren? En ik zou zo graag willen dat we samen kunnen praten met elkaar en over zijn dingen, over mijn dingen en dat we daar lol uit kunnen krijgen. Mijn moeder is het wat moeilijker, omdat hij dementerende is. Ja, wat vind ik ervan dat mijn moeder dementerend is? Het is best wel heftig gegaan allemaal in de periode van... Dan zie je dat iemand echt aftakelt en dat je ook merkt dat het eigenlijk niet meer je moeder is die ze was voor jou. En dat is wel
te accepteren in het begin. Nou, dat moest ik ook wel leren, dat ik soms ook wel eens heel knibbig naar haar toe kon doen. En dan zei mijn zoon wel eens van, hé, oma weet dat gewoon even niet meer. Dan moet je het herhalen of je moet het op een andere manier zeggen. En daar heb ik ook wel veel aan gehad. En ook door dingen te lezen over dementie, Alzheimer. En ja, of ik het al een plekje heb gegeven, weet ik eigenlijk niet heel goed. Want soms heb ik wel eens van, ja... Ze heeft haar eigen appartementje. We hebben zoveel mogelijk spullen neergezet die voor haar herkenbaar zijn. En gelukkig herkent ze ons nog wel, zowel de dochters als de kleinzoon. Maar het is eigenlijk al, ja, langer is ze niet meer de moeder die ze was voor mij. Nu heb ik wel het gevoel, wat voor mij nu wel belangrijk is, dat ze nu veilig zit en ze kan zichzelf niet iets aandoen. Toen is Spike weggelopen en dat is wel heel beangstigend, dat je dan iemand ergens vindt in een greppel of zo. Dan heb je allemaal van die doemscenario's. Dat ik denk van, oh my god, nee, dit wil ik niet. Weet je wel, dit wil je niet meemaken. En dit geeft wel meer rust waar ze nu zit. En dat ze ook een regelmaat heeft daar. Wij zeggen altijd dat de moeder die heeft de vrolijke vorm van Alzheimer. En we proberen altijd zoveel mogelijk te lachen. Ja, een dag gelachen is niet een dag niet geleefd. Oma is wel een open persoon ook. Maar wat ik nu wel merk is in de... De Alzheimer die ze nu heeft dan, of ja, dat ze ook wel een andere kant af en toe kan laten zien. En dat ze heel erg knibbig of boos worden op andere mensen. En dat laat ze dan naar ons toe zien van de... Of ze kan dan soms heel fel reageren. En dat heeft ze eigenlijk nog nooit gehad. En dat komt er nu wel een beetje uit. Dat is wel apart om te zien. Hele fijne moeder. Nou, zij houdt ook van knutselen. Dus zij ging, we konden altijd gewoon knutselen in huis. Of het nou verf in je haar was. Dat maakt ook niet uit. Dat konden we ook gewoon doen. Dan is ze natuurlijk ook schoonheidsspecialist is geweest. En gymeuse. Dan ging ze ons ook wel eens opmaken. Als we, zeker voor carnaval. Dan mochten we zelf uitkiezen wie we wilden zijn. En dan ging zij de kleding ervoor maken. Ja. Oma die kon best wel veel dingen, van naaien op de naaimachine, breien, poppen maken. Nee, dat was altijd wel een goede jeugd heb ik gehad. Die zitten opgeslagen in vakjes in mijn hoofd. En als ik bepaalde foto's zie, dan weet ik gewoon weer waar het over gaat. En ook als ik het met Marcia erover heb, of met oma, dan zeg ik ook wel eens van, ja, vroeger toen gingen we met papa met die in de auto of naar Engeland. Nou, dan komen er ook weer verhalen naar boven en dingen die ik onthoud gewoon. Dus het zit wel allemaal in mijn hoofd. Ga ik het ook krijgen? Of mijn zus het krijgen? Of dadelijk mijn zoon? Want het zit wel bij ons in de familie.